welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een make-up tutorial, maar dit is een make-up tutorial voor alle beginners. Het leek me wel leuk om zo'n video te maken, omdat ik dat nog nooit heb gedaan. Ik geef altijd wel hier en daar wat tips in mijn video's, maar nooit echt een full face met allemaal tips en tricks en hoe je gewoon het makkelijkst en toch wel een beetje een mooie look kunt maken. Dus ik maak gewoon vandaag een makkelijke glam look, die gewoon, ja, die in principe iedereen gewoon kan maken. Niks te geks, gewoon allemaal heel simpel, heel snel. En ik ga gewoon vertellen hoe je dit op de makkelijkste en snelste manier kunt doen. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon vooral even kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, mensen, ik ga het vandaag wel vrij algemeen houden. Omdat ik echt een hele full face make-up ga doen. Als je echt meer gedetailleerd wilt, laat het me dan even weten in de reacties. Laat me weten als je iets meer wilt weten over hoe je oogschaduw aanbrengt of foundation of wat dan ook. Als je echt precies wilt weten welke foundation geschikt is voor jou, ik heb daar een video over gemaakt. Je kunt even hierboven klikken als je die wilt zien. En daar heb ik het helemaal uitgebreid over welke foundation het beste is voor welke huid. En ik vertel daar ook over welke primer het beste is en welke setting spray. Dus daar heb ik het helemaal uitgebreid over gehad. Dus ook daar ga ik vandaag niet te diep op in. Nou, altijd als ik gewoon een vrij makkelijke look maak, begin ik altijd eerst met mijn huid. En ik begin eerst met primer en ik ga de Kiko Hydra Pro Glow gebruiken. Deze is speciaal heel fijn als je een droge huid hebt. Ook bij een normale huid is hij fijn. Alleen bij een vettige huid zou ik deze niet per se doen. Dan zou ik een matte nemen. Altijd als ik deze opdoe, dan gebruik ik niet eens een dagcreme. Deze hydrateert zo goed dat dat niet eens nodig is. Je mag dat natuurlijk wel gewoon doen. Want normaal begin ik eerst met mijn dagcreme. Maar ja, nou hoeft dat niet. Met deze hoeft dat gewoon echt niet. Vind ik in ieder geval. En dat scheelt je ook weer een klein beetje tijd. Oké, dan foundation. Ik breng mijn foundation altijd aan met een Morphe Y6 kwast of een beauty blender. Ik vind een beauty blender nog steeds het beste. Ik moet wel zeggen, mensen, echt investeer gewoon in de echte beauty blender. Er is echt geen enkele spons zo goed, vind ik. Heel veel mensen vinden die van Real Techniques ook goed. Ik heb die ook hier, maar ik vind die nog steeds niet zo goed als de echte beauty blender. Hij is wel 20 euro. Ik vind het persoonlijk een beetje duur. Ik kan niet in iedereen's portemonnee kijken, maar... Maar in ieder geval, er is echt een verschil met de echte originele beauty blender en andere sponsjes. Nou, mocht je die al hebben of heb je gewoon een andere spons die je ook gewoon fijn vindt, dan maak hem altijd nat. De foundation die ik ga opdoen is een van mijn favorieten en dat is de Kiko 2-in-1 Full Coverage Foundation en Concealer. Het is eigenlijk gewoon een foundation, maar oké. Ik heb de kleur BB60 en deze vind ik super fijn. En ik vind deze fijn omdat hij dus makkelijk aanbrengt met zo'n applicator. Ik weet dat niet iedereen die applicators fijn vindt, maar ik wel. En hij is full coverage en dat vind ik ook altijd heel fijn. Dus vandaar dat ik altijd neig naar deze. En dan blend ik het altijd met de onderkant van de beauty blender. Dit doe ik omdat de bovenkant ga ik gebruiken voor concealer. En dan dep ik het er gewoon zo op. Ik ga niet vegen. Als je een spons gebruikt moet je niet vegen. Je moet gewoon echt deppen en vergeet je oren niet en vergeet ook niet hier bij je nek. Voor concealer gebruik ik de Makeup Revolution Fast Base Concealer en dit is de kleur C5. Ik gebruik altijd concealer, ondanks dat ik niet echt per se wallen heb, maar ik vind het gewoon mooi als het hier een beetje wordt verlicht. Hoe breng ik het aan? Je kunt het heel heftig aanbrengen of gewoon een beetje. Ik ga nou gewoon voor, ja, een beetje een middenweg. En dan breng ik gewoon zo wat strepen aan onder mijn oog. Niet te veel. Als je meer wilt, kun je altijd meer doen. Ik doe ook altijd bij mijn kin, doe ik een streepje. Hier bij mijn voorhoofd. Ik heb een vrij groot voorhoofd, dus ik doe dit altijd niet te hoog. Als je een heel klein voorhoofd hebt, kun je het wel echt hoger doen. En dan een streep op mijn neus. En dat is om ook een beetje je neus te contouren. En dan met de bovenkant van mijn beauty blender ga ik dit gewoon helemaal zo uitblenden. Ik vind deze concealer ook heel fijn, omdat hij ook weer een volledige dekking heeft. Ik ben echt gewoon van de dekking. Ik vind dat gewoon altijd het mooiste. En ook de concealer doe ik er echt weer in deppen en niet vegen. Nou, wat ik ook altijd doe is mijn neus contouren. Hoef je natuurlijk niet te doen. Het is gewoon echt een extra stap. Als je dit wel wilt doen, nou dan laat ik nu zien hoe je dit op een makkelijkere manier kunt doen. Ik heb hier de NYX Contour Kit. En ik pak altijd deze kleur, zoals je wel kunt zien. Die is ook echt het meeste op. Ik gebruik de rest echt helemaal niet. Alles zie ik ook heel mooi als bronze. Maar ik gebruik altijd deze als contour. En om mijn neus makkelijk te contouren pak ik altijd zo een platte, schuin afgesneden fluffy kwast. Deze kwast is van Freedom. Die heeft volgens mij verder geen naam. En dan maak ik gewoon zo twee strepen op mijn neus. En ik begin hier bij mijn wenkbrauw en dan helemaal tot aan het begin. En dan ook hier onder mijn neus om mijn neus iets
korter te maken. En ik zet ook altijd hier zo een streep. Want dan lijkt het alsof je neus van voor een beetje zo omhoog gaat. En dat is wel schattig. En dan met deze platte kwast. Deze is van Morphe, de M0. Doe ik het altijd gewoon zo uitblenden. Dit gaat altijd heel makkelijk in principe. Dus je bent echt best wel snel klaar hiermee. Dan om te baken, ik gebruik altijd mijn W7 bananenpoeder. Echt altijd. En dan pak ik altijd een andere beauty blender. En daarmee ga ik er gewoon zo in. En dan druk ik het gewoon zo onder mijn oog. En ik breng echt best wel veel aan. Dit is echt heel veel poeder. En ik breng het ook een beetje zo op mijn neus. Want dan maak je je neus ook weer nog smaller. En ik wil echt een smallere neus, dus ik doe dit echt altijd. En dan ook weer hier doe ik het zo op mijn neus. Ik doe het gewoon op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Als je een vettige huid hebt, laat dit er dan heel even op. Als je een droge huid hebt, doe dat dan vooral niet en haal er gewoon weer vanaf. Dat doe ik ook. En dan pak ik nog altijd mijn Essence Brighten Up bananenpoeder. En daarmee ga ik er nog een beetje overheen om het nog iets smoother en lichter te maken onder mijn ogen. En dan pak ik weer die beauty blender en dan pak ik de onderkant en dan ga ik er gewoon zo in. En dit druk ik gewoon nog onder mijn ogen. En dit doe ik echt alleen onder mijn ogen. Als je echt een extreem droge huid hebt, dan zou ik deze stap overslaan. Oké, omdat ik nou best wel veel poeder heb aangebracht, pak ik ook altijd mijn MAC Fix Plus. En dan doe ik even snel tussendoor sprayen. En dan pak ik nog altijd zo'n platte spons ding, wat het ook is. En dan druk ik het er gewoon zo in. Die ik gebruik is gewoon van de Kiko. Die kun je gewoon daar kopen. Oké, dan is het nu tijd voor de ooglook. Ik gebruik geen oogschaduwprimer, want ik had al concealer en poeder op mijn oog gedaan. Dus dat scheelt lekker weer tijd. Altijd als ik gewoon een makkelijke glam look wil maken, vind ik het paletje die hier het meest geschikt voor is. De Carly Bible Deluxe palet. Deze heeft echt de perfecte kleuren voor echt een hele makkelijke, snelle glam. Ik vind deze kleuren echt geweldig. Ik moet wel erbij zeggen, dit paletje wordt binnenkort niet meer verkocht. Ik weet niet nog voor hoe lang, maar ik had bij BH Cosmetics gezien dat ze hiermee gaan stoppen. Want het was eigenlijk bedoeld als een limited edition paletje, maar hij is toch nog een stuk langer gebleven. Maar ja, op de markt gaat hij dus gewoon weg. Dus als je dit paletje nog wilt, moet je wel snel zijn. En deze is nou in de sale bij beauty88.nl, dus beauty88.nl. Daar is hij in de sale, dus dan heb je hem gewoon binnen een dag binnen. Nou, ik pak eerst deze kleur en die ga ik in mijn arcadeboog doen. Ik ga hiervoor de BH Cosmetics 104 kwast gebruiken. Dit is ook weer een platte afgesneden fluffy kwast. Zulke kwasten zijn heel fijn om niet te wild te gaan doen. Wat ik altijd doe is, ik pak een beetje oogschaduw. Dan pak ik hem dus horizontaal, doe ik hem zo in mijn arcadeboog. En dan doe ik het gewoon helemaal op de plek waar ik die kleur wil hebben. Dus ik hou mijn kwast zo om het gewoon aan te brengen. En dan om het een beetje uit te gaan blenden, draai ik mijn kwast zo verticaal. En dan blend ik het gewoon zo uit in mijn arcadeboog. Ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel. En dit doe ik dan gewoon zo totdat het helemaal mooi is uitgeblend. En begin altijd met een lichte kleur. Als je meteen begint met een hele donkere kleur, is het straks super moeilijk om het mooi uit te blenden. Dus begin altijd met een lichte kleur. Wat een lichte kleur is voor jou hangt echt af van jouw huidskleur. Als je een hele lichte huidskleur hebt, is de kleur die ik misschien nu gebruik te donker om mee te beginnen. En als je een hele donkere huidskleur hebt, is die kleur misschien weer iets te licht. Dus kijk altijd goed naar welke huidskleur je hebt. En kijk gewoon welke voor jou het beste gaat zijn. Kijk, nou heb ik hem helemaal uitgeblend. Dit is op zich wel goed zo. En dit ga ik dan ook weer hier doen. Eerst plaats ik het horizontaal in mijn arcadeboog. En dan draai ik mijn kwast verticaal en zo ga ik het uitblenden. Dit vind ik echt de meest makkelijke manier om een mooie ooglook te kunnen maken. Dan pak ik een normale ronde fluffy kwast. En dan ga ik de donkerdere kleur aanbrengen in de buitenste ooghoek. En ik ga daar deze paarse kleur aanbrengen. Meestal als ik dit paletje gebruik, dan pak ik een beetje de oranje kleuren. En eindelijk mooi de paarse. Dus het leek me leuk om die vandaag te gebruiken. Ik druk het zo in de buitenste ooghoek. En dan blend ik het zo in mijn arcadeboog. En dan blend ik het zo helemaal over mijn hele oog. En dit ga ik gewoon zo doen totdat het mooi is geblend. Mensen, pak maar gewoon steeds een heel klein beetje. Pak niet allemaal veel te veel, want dan gaat het gewoon echt helemaal mis.
Vergeet ook niet, elk persoon is anders, elk gezicht is anders, elke oog is anders. Ik doe dit gewoon echt op mijn manier. Ik laat gewoon zien hoe ik het doe en mijn tips die het beste werken voor mij. Het kan misschien zijn dat het niet werkt voor jou. Maar ja, ik probeer het gewoon uit te leggen hoe ik het makkelijkst vind. Ook ga ik altijd een beetje iets hoger omdat ik dus hooded ogen heb. En dat betekent dus dat, als je zo naar voren kijkt, dit velletje zo over je ooglid hangt. En als je dan dus niet hoog genoeg gaat, dan ja, is de kleur niet te zien. Dan valt het gewoon helemaal weg onder dat velletje. Zo, voor nu vind ik het wel goed. Wat je ook zou kunnen doen is deze nog donkerdere paarse kleur pakken. En die nog in de buitenste ooghoek doen om het nog donkerder te maken. Voor nu ga ik dat even niet doen. Misschien dat ik het straks wel ga doen. Maar vanavond vind ik het wel heel even goed. Dan is het tijd voor mijn ooglidkleur. En daarvoor pak ik altijd gewoon een platte sint. Dit is een kwast en die maak ik altijd nat met fixing spray of gewoon pak gewoon een spray die je hebt en maak het daarmee nat. Als je geen spray hebt, pak maar gewoon water, is ook goed. En dat doe ik dus altijd als ik glitterkleuren gebruik. Vandaag ga ik deze kleur gebruiken. Dit vind ik ook echt het mooiste kleurtje in dit paletje. Deze is zo mooi. En dit breng ik gewoon zo aan op mijn hele ooglid. Oh, kijk hoe mooi deze kleur is. Je kwast nat maken met fixing spray is ook heel handig om geen fallout te krijgen. Want ja, dan blijft de oogschaduw er een beetje aan plakken, waardoor er allemaal niet te veel op je oog valt. En dit ga ik gewoon zo doen op mijn hele ooglid. Gewoon tot ongeveer 3/4. Wat je ook kunt doen is een cut crease maken. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen vandaag, want dan is het niet echt beginners. Vriendelijk. Dus vandaar dat ik het gewoon zo aanbreng. Wat ook gewoon prima kan. Dit is ook gewoon echt te doen. En ook dit breng ik weer best wel hoog aan. Omdat nogmaals, ik hooded eyes heb. Zo, en dan pak ik weer die kwast van in het begin. En dan pak ik het gewoon weer met die paarse kleur. En dan ga ik het een beetje uitblenden. En ik ga gewoon zo over de randen heen eigenlijk. Zodat het gewoon mooi in elkaar uitblendt. En ik doe dit gewoon echt heel rustig aan. Anders ja, verpest je de ooglook weer. En dat wil je niet. En dan pak ik weer die transitiekleur en daarmee ga ik nog zo over de randen om het allemaal voor het laatste mooi uit te blenden. Nou, er is een beetje fallout en dat haal ik er gewoon zo vanaf. Als je nou echt denkt dat je heel veel fallout gaat hebben, wat dan een handige tip is, is pak die losse poeder die ik heb gebruikt om te baken. Breng die een beetje aan onder je oog, want dan valt alle fallout op die poeder en dan op het einde kun je het gewoon zo makkelijk afvegen. Dus dat is ook wel een handige tip. Ik heb dat vandaag niet gedaan omdat ik van dit paletje al weet dat hij niet echt fallout heeft. Nou, ik maak ook altijd een wing. Je kunt ook gewoon een lijntje maken. Maar ik vind persoonlijk een wing altijd mooier. En ik gebruik altijd mijn Catrice Liquid Eyeliner. En deze is echt super makkelijk. Vooral als je net begint met make-up en toch wel een wing wilt maken en wilt oefenen met dat soort dingen. Pak de Catrice Liquid Eyeliner. Er is er echt geen enkele die makkelijker in gebruik is dan deze. Dus ik ga heel even een wing maken. Ik begin altijd eerst met de buitenkant en dan van binnen. Maar ik kan dit niet doen als ik praat. Dus ik ga even mijn mond houden. Nou, ik heb de wing gemaakt. Ik heb hem best wel heftig gemaakt. Je hoeft hem natuurlijk niet zo heftig te doen. Als mascara gebruik ik de Essence The False Lashes Mascara. Deze is super fijn en super makkelijk. Wat ik altijd doe is gewoon, ik breng het gewoon zo aan en ik ga een beetje zo naar links en naar rechts en omhoog. Dat is eigenlijk gewoon de manier hoe ik altijd mascara aanbreng. Nou, een glam look is geen glam look als je geen nep wimpers gebruikt natuurlijk. Hoeft natuurlijk niet, maar ik doe dat altijd wel. Ik gebruik deze van de AliExpress. Hoe ik dit dus altijd doe. Wat ik altijd heb is een pincet en mijn zwarte duolijn. Er zit altijd nog een beetje opgedroogd lijm op de wimper. En die haal ik er altijd eerst af met een pincet. En ik trek het er gewoon zo letterlijk vanaf. Dat gaat echt super makkelijk. Let wel op dat als je dit doet, je echt alleen maar die lijm pakt. Want als je te veel pakt, dan trek je er het hele wimpertje vanaf. En dat moet je niet hebben. En dan breng ik gewoon een beetje lijm zo op de rand. Dat kan ik niet echt laten zien. Kijk, nou heb ik de lijm erop gedaan en dan laat ik het gewoon heel even drogen. Nou, ik heb mijn nep wimpers erop gedaan. Zoals je kunt zien maakt het altijd super veel verschil. Vandaar dat ik het dus echt altijd doe. Dan gaan we weer even verder met ogen. Ik pak weer deze paarse kleur en die ga ik helemaal op mijn onderste wimperrand aanbrengen. En daarvoor gebruik ik altijd deze. Dit is een heel mini penseelkwastje.
En dit doe ik dan gewoon zo helemaal op mijn onderste wimprand. En echt helemaal van buiten tot binnen. Ik weet dat sommige mensen het doen van buiten tot aan het midden. Maar ik breng het altijd helemaal door tot aan het begin. En dan pak ik weer mijn Essence mascara voor de onderste wimpers. Nou, wat dus ook heel fijn is aan het paletje is dat je hier allemaal highlight kleurtjes hebt. En ik ga deze gebruiken. En die ga ik doen hier in mijn binnenste ooghoek. En dat doe ik weer gewoon met een heel klein mini penseeltje. En ook die maak ik weer nat, want ik wil het wel altijd heftig hebben. En dit breng ik dan gewoon zo hier aan. Dit laat je ogen echt poppen. Als je dit doet, dan maakt altijd echt best wel veel verschil in je ooglook. En je lijkt ook gewoon iets meer wakker. Ik breng altijd best wel veel aan, maar je kunt ook gewoon een klein beetje doen. Tenminste, bij mij, ik weet niet of dat bij iedereen is, maar bij mij is het altijd hier altijd iets donkerder. Ik weet niet hoe het komt, mijn huid daar is gewoon wat donkerder. Ja, en dat is gewoon niet mooi. Dus vooral als ik dan dit doe, dan wordt het daar echt een stuk lichter. En dan is dat donkere ook een beetje weg. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus vandaar dat ik dit ook altijd doe. Oké, er vliegt hier een vlieg. Die is te irritant. En die kleur ga ik ook een beetje onder mijn wenkbrauwen doen om mijn wenkbrauwen een beetje te liften. Je kunt dit by the way ook als eerste doen, maar ik doe dit altijd pas als laatste. Dan gaan we ons gezicht een beetje bronzen. En ik gebruik bijna altijd de Benefit Hoola bronzer. Die is ook bijna op, zoals je kunt zien. En ik heb ook meteen de Benefit bronzer kwast. Deze is wel echt super duur. Echt like 35 euro. Je hoeft daar echt geen 35 euro aan te besteden. Je kunt in principe gewoon elke bronzer kwast gebruiken. Hoe ik dus altijd bronz, ik doe altijd alsof ik contour. Ik begin sowieso altijd eerst bij mijn voorhoofd. En je moet het een beetje zo zien. Op alle plekken waar je concealer hebt gedaan, daar moet je dus niet overheen gaan. Dus ik ga hier allemaal bij mijn haargrens, maar ik kom niet hier op de plek waar dus concealer zat. Want die plekken wil je juist lichter houden. Dus daar ga ik echt omheen. En ik breng altijd best wel veel bronzer aan. Ik breng echt van alles veel aan, whatever. Ik wil altijd gewoon lekker gebronsd zijn. En hier doe ik altijd alsof ik ga contouren, maar dan met bronzer. En ik breng het gewoon zo aan hier onder mijn jukbeenderen. En dan ook een beetje zo omhoog om het met elkaar te laten connecten. En ook altijd hier bij mijn kaak, want dan is het alsof je kaak wat strakker is. Nou, dan blush. Ik gebruik mijn Physicians Formula, echt om deze naam uit te spreken, Butter Blush. En dit is de kleur Nude Silk. Ik heb deze van Booty Shop. Dit merk is een beetje duur, maar niet heel duur. Deze is volgens mij 20 euro. Ja, trouwens, dat is gewoon duur, vind ik. En ik gebruik altijd mijn Real Techniques Blush Brush. En ik pak gewoon een beetje hieruit. Ik pak nooit te veel. En dan doe ik een beetje zo glimlachen. En dan hier breng ik het aan. Hier en dan omhoog. En dan echt heel lichtjes. Er zijn mensen die niet van blush houden. Ik begrijp dat echt niet. Blush is juist hetgeen wat weer wat kleur brengt in je gezicht. Want anders is het allemaal zo bruin. Dus vandaar dat ik blush altijd super mooi vind. En dan pak ik weer mijn W7 Banana Poeder en mijn Beauty Blender. En dan ga ik het altijd hier zo strak maken. En dat haal ik er ook gewoon weer altijd meteen vanaf. Als highlighter gebruik ik eentje van Makeup Revolution. En dat is de Revolution Renaissance Illuminate in de kleur Rose. Dit zijn drie hele mooie kleurtjes. Ik gebruik in principe deze donkste kleur nooit, maar ik mix altijd die twee met elkaar. En dan krijg je echt een hele mooie glow. En als highlighter kwast gebruik ik de Morphe R36. En ik ga gewoon zo altijd in allebei. En dan moet je het aanbrengen hier op het bot. Het bot dat je hier voelt, dus je jukbeenderen, daar breng je het gewoon zo aan. Wees niet te bang om veel aan te brengen. Het is gewoon echt heel mooi. En dan ga ik ook altijd zo een beetje omhoog. En dan pak ik die lichtste kleur en die ga ik met een heel klein penseeltje ook op mijn neus aanbrengen. Dit doe ik ook altijd, zodat je neus ook weer small lijkt. En dan een beetje wegdeppen met je vingers, zodat het niet te heftig is. Wat je ook kunt doen is nog een beetje extra hier in je ooghoeken aanbrengen. Nou, dan zijn we bijna klaar met alleen lippen. Ik gebruik voor mijn lippen de Clinique Lipstick in de kleur 01 Nude Pop. Deze is heel mooi. Het is een mooie glanzende roze. En die doe ik gewoon zo op mijn hele lip. Deze brengt ook heel makkelijk aan. Je hoeft het niet met een potloodje aan te brengen, niks. En hij is super zacht.
En omdat ik gewoon van lipgloss hou, ga ik er ook altijd nog overheen met de lipgloss. Dit is de NYX Butterclass Gloss in de kleur Fortune Cookie. Dit is ook een hele mooie roze nude. Dan is de make-up look af. Je hebt nou heel veel moeite gedaan in je make-up look om het super mooi te maken. En je wilt ook graag dat het de hele dag goed blijft. Dus alsjeblieft mensen, vergeet deze stap niet. En dat is setting spray. Het maakt echt verschil. Ik gebruik altijd setting spray. Want ik bedoel van, ik heb niet nou hier anderhalf uur lopen opmaken. Om het dan te laten verpesten binnen 3 uur. Dus ik doe altijd lekker veel setting spray. En de beste is echt de Urban Decay All Nighter. Als je geen 25 euro of hoe duur die ook is wilt besteden hieraan, dan raad ik de NYX Matte Setting Spray aan. Die is ook echt heel goed. Nou, dit was dan de make-up look. Ik hoop oprecht dat jullie hier iets aan hebben gehad. Het kan zijn dat je het misschien nog steeds te moeilijk vindt of wat dan ook. Maar ik heb echt mijn best gedaan om het zo makkelijk te houden als ik kan. Maar toch wel een glam make-up look te maken. Want ja, daar gaat mijn kanaal over. Mijn kanaal is echt all about glam. Mijn tip is echt gewoon blijf gewoon oefenen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb geen make-up school gedaan. Ik heb geen diploma. Ik heb helemaal niks. Mijn skills zijn echt helemaal zelf aangeleerd. En als ik het kan, dan werkt iedereen. Dus blijf gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Oefen ook vooral als het gaat om je ooglook. Oefen vooral met jouw soort oog. Kijk goed naar wat voor vorm je hebt en dat soort dingen. En dan komt het eigenlijk gewoon helemaal goed. Gezichtsmake-up is heel makkelijk. Dat is een beetje hetzelfde bij iedereen. Maar vooral de ogen gewoon blijven oefenen. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Af en toe ook hier en daar extra video's. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!